Hallo allemaal, welkom terug bij Molenaars Games en vandaag ben ik hier weer met een nieuwe house tutorial en vandaag ben ik hier met een klein huisje vooraan, ja, de zee. Dus eigenlijk is het een soort van vissershuisje, dus je ziet, ja. Dus een poortje. Hier kun je bijvoorbeeld mooi gaan vissen, dat niet dat. Hier kun je een mooi aanlegplaatsje voor je boot. En als je hier naar binnen gaat, heb je een kleine plaats met chesten en een workbench. Dus het is klein, maar alles gaat erin. Dus dat is een andere plaats als je wilt, maar ik kies het allemaal zelf. Hier een mooi hekje, dus een mooi klein vissershutje. Gemaakt van eikenhout en sparrenhout. En ja, dit is het. Dus ik ga jullie nu laten zien hoe dat je het bouwt. Dus tot zo duidelijk. Oké, ik ben dus in een nieuwe wereld en nu ga ik jullie laten zien hoe dat je het huis maakt. Om te beginnen gebruik je sparrenhouten logs. Ga je gewoon aan de kust. Hier een blokje zetten, drie plaatsen ertussen. En hier weer een zetten. Ja, je kunt dat snoot zo, dat je zo'n pilaartje hebt. Dat is zo je aanlegplaats, zal ik het zo zeggen. Dan drie blokken, dat zijn er twee, ik kan het niet meer rekenen. Boe. Drie blokken ertussen, hier dan eigenlijk ook drie blokken tussen. Dat je als een klein vierkantje hebt. Nu gaan we nog eens drie blokken ertussen. En hier, oh, nee, niet dat. En nog eens drie blokken ertussen. Zodat je er vier op een rij hebt. Allemaal drie blokken ertussen allemaal. Dus ja, dat is dit al. Nu gaat je, als je er zo boven vliegt, door richting zo, ga je hier weer van deze blok, de tweede en de derde was, ja, gaat je ook weer drie ertussen laten. Zo. En dat zijn dan eigenlijk uw plattegrondbasis gedoe, zou ik zo zeggen. En nu gaan we aan het huis beginnen. Dus om te beginnen gaat je hier trappen zo eerst zetten. Dus gaat je eerst zo een trap hier ondersteboven op zetten. Hier ga je juist hetzelfde doen. Zo, net gelijk als hier. En dan gaan we ook nog hier een opzetten. Gaan we even heel moeilijk doen. Nee, dat klopt niet. Oh, rustig. Zo. En nu moet ik even denken. Nee, daar moet het erin. Hoewel, hier mogen... Nee, geen. Dus hier drie, daar eentje. Dus hier, op deze vier, gaat je nu één verhogen. Zo. Dus dan zijn die zo hoog. Ja. Nu gaat je sparrenhouten planken nemen, zal ik het zo zeggen, om de vloer te gaan maken. Dus ik ga eerst hier tussen beginnen. Werkt niet. De zijkanten hier mogen ook meedoen. Allee jongen, godverdomme. Klik jij, aap. Hier ook, dat je zo precies zo, ja, een poort hebt, zal ik zo zeggen. Maar jongen, dit is leuk. Hier het helemaal toemaken, ook hier tot tegen die pilaar, maar ja, tot tegen die pilaar. Helemaal toemaken dat je zo'n mooie, ja, oploop, zeg je dat, opstap, aanloop, landingsbaan, doe, ik weet het niet. Oké, dus dat is dit en hier gaan we juist hetzelfde doen, gewoon volledig verder toe. Maar hier moet je, moet ik even denken. Oké, even... Nee, ik vind... Oké, een beetje raar. Dus, het volledig toe. Zo. Hier, dat schat moet al best toe. Hier ook gewoon ertussen. Daar wil iets. En hier gaat je eentje lager doen. Hier testen dat je zo'n aanlegplaats hebt. Dus uiteindelijk heb je dit. Een mooi plekje. Dan gaat je deze vier hoger maken. Als dat lukt. En dan kun je dan al direct sparrenhouten platen opzetten voor een soort pilaartje, zou ik het zo zeggen. Daarop. En dan gaan we nu beginnen aan het huis. Dat kun je best, wacht, eerst op de hoeken. Hier twee omhoog, hier in deze hoek twee omhoog, deze nog eens twee, hier twee en dan hier nog twee. Nee, niet hier, hier bovenop. Zo wordt het. Dus voor het huisje in het midden ga ik eikenhouten planken gebruiken. Even de muren maken. Dat wordt gewoon een muur met één opening voor een raamje. Dat is, ik kan dat niet meer tellen. Dat is één opening zit ertussen voor... Nee, dat is al te hoog weer. Oeh. Dus dat is eigenlijk uw muren. Gewoon voor de raampjes. Heel mooi. Helemaal mooi. Voor de deur gaat je gewoon, als dat ding eens meewerkt, hier tussenuit, dus gewoon pilaren van 3,
Je zet daar. Ik gebruik een sparrenhouten deur, gewoon omdat deze en deze resource pack mooi is. En dan ga ik eikenhouten treden pakken en ondersteboven plaatsen. Dus dan zijn de muren klaar. Nu gaan we de trappen doen. De muren doen. Dus je plaatst er hier in een hoek, er langs een en zo er langs nog een. Dat je er zo een soort van hoek hebt uitsteken. En dat doe je aan alle vier de kanten, zodat je dit hebt. Nu, dus heb je zoiets. Nu neem je terug gewoon altijd die trappen en gaat je die onderste boven hier tegen plaatsen. Overal rond. Hier ook. Hier ook. En aan de voorkant ook, denk ik. Ik weet het niet. Waarschijnlijk. Dus dan heb je dit. Dan is boven. Nu gaan we het dak verder afwerken. Dus ik begin even heel moeilijk doen langs hier. Hier zo twee erop. Gewoon dat dat doorloopt eigenlijk. Hier ook. En dan terug verbinden. Dan gaan we hetzelfde doen aan de andere kanten. Hier ook. Hier. En hier. Ups. Hier ook. En hier. De laatste. En het begint donker te worden. Woehoe, lucht. Dus hier nog. Jij moet recht. Zo. Nee. Nu word ik mee. Ja. Dus dan is eigenlijk uw dak grotendeels af. Kunt je wel zeggen. Dus nu gaan we terug gewoon uw treden pakken. En dat hier doortrekken uw dak. Hier ook twee hoog. En één laten uitsteken. Zo. Hier ook. Oh jongen, een nui. Zo. Ups. Maar echt nooit mee willen werken, hè. En hier ook. Dus nu gaan we dat hier volledig ook ondersteboven zetten. Deze laat je open met die pilaar. Hier ook. En bij die pilaar neemt je dan hekjes. En dan kun je hier zo toemaken voor een soort van beveiliging-achtig. Dat je zo'n mooi hekje hebt. En nu gaat je weer sparrenhouten, ja, sparrenhouten logs nemen en gaat je zo'n soort van ondersteuningsbalk iets gedoe neerleggen. Zo helemaal tot hier en hier ook. Dat je eigenlijk zo'n soort van een kruis hebt, precies een kerk of zo. Leuk. Bloep. Oh, denk je ergens aan. Dus als je dit kruis hebt, vertel ik, voor raampjes kunt je ook hekken gebruiken. Je mag ook gewoon ruiten gebruiken als je dat wilt. Maar ja, dat is je eigen keuze. En nu gaan we hier zo op die hoekjes van die puntjes zetten. De puntjes op de i. En dan het kruis, zou ik eens zeggen, doortrekken. Voilà, dat is dat. Je kunt nog voor de decoratie, als je wilt, kunt je nog trapdoors pakken. En die boven de ruitjes hangen. Gewoon voor de beauty. Voor het mooi te maken. En voor extra soort van beveiliging. Noem het als je wilt. Nog een poortje. Cowboypoortje. Nou, ik denk dat we grotendeels Oh nee. Nog drie hekjes vergeten. Hier, zo een beetje bescherming. Langs hier kun je bijvoorbeeld mooi vissen. Langs hier kun je je bootje aanleggen. Dus dat is de buitenkant helemaal. Nu gaan we een beetje aan de binnenkant doen. Dus neem ik even deze drie spullen. Oh. En ik sloop de deur. Waarom ook niet? Even terug. Ik ben nog iets vergeten, zie ik juist. Ik ga even nog een bed pakken. Dus voor de inrichting. Het is 3x3. Het is niet veel plaats. Maar toch redelijk plaats genoeg. Dus om te beginnen neem je gewoon bakstenen. Je doet deze blok weg. Plaats daar een blok. Ene naar onder terug. Je neemt een slab en je plakt die erom. Ja, even terug naar buiten. Op het dak. Dus je dus één omhoog en zet er terug een slab op. Dat je zo'n soort van schoorsteen hebt. Je kunt het zelf nog maken als iets anders maken als je dat wil. Hieronder gaan we een oven zetten, precies als een soort tamkabus. Hier een mooi bedje. En gaan we hier nog. Hier kun je twee chesten zetten. Hier bijvoorbeeld kun je nog een workbench als je wilt. Ik had daar nu vorige keer een aanbeeld staan. Dan kun je zelf kiezen. En dan gaan we deze vier weg doen. Sowieso. En je kunt hier nog ene dieper ook nog weg doen. Dus dat is handig. Hier kun je dubbel chesten plaatsen. Voor genoeg opslagruimte. En bijvoorbeeld nog een crafting table. Dus op een kleine ruimte kun je toch veel steken. En dat is handig aan dit vissershuisje. Dus ja, dit is het huisje. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Als jullie het fijn vonden, dan een blauw duimpje omhoog. En ja, bedankt voor het kijken. En dag.